Ik ben sloopkogels aan het maken. Michael van Gerven sloopkogels. Een groene bossenbol met groene chocola aan, gevuld met slagroom. Bij bakkerij Vermeulen wordt nog laat gewerkt aan het maken van allerlei lekkernijen voor de huldiging van Darts kampioen Michael van Gerven, alias de groene sloopkogel. Want bij een feestje hoort taart. Ja, dat klopt. Ik heb getracht om een dartbord te maken voor hem. Morgen bij de huldiging willen we een taart aanbieden. Een dartbord met daarop zijn hoofd. Ja, zoals we hem kennen als je weer een 180 gooit of een wedstrijd wint. Het idee van Van Pinksteren werd ook door de gemeente gewaardeerd. Hij mag de taart samen met zijn baas aan Van Gerven aanbieden. Er is ruimte ingepland voor ons om het aan te gaan bieden op het podium. Dus ik hoop op een beetje mooi weer. In ieder geval geen regen, zodat het lekker druk wordt en een knalfeest wordt. En we gaan vieren dat de Vlijmenaar wereldkampioen is. Ja, keileuk. Ik heb het hoofd gevuld met een bavoise. Die heb ik Mighty Mike Groen gemaakt van limoen en pisangambon. Klinkt goed. Ja, is ook erg lekker. Tenminste, ik hoop dat Michael ook gaat vinden. Ja, want waar de sloopkogels worden uitgedeeld aan het publiek is de taart uniek en alleen voor Van Gerven. En er moet nog een hoop aan gebeuren. Ja, zijn mond, hij moet nog lippen krijgen, ik moet er nog een tongetje in maken, ik moet er nog een paar tanden in maken. Hij krijgt nog ogen, er moet nog een tekst boven. Dus ja, ik heb het echt nog keihard druk voordat ik hem morgenavond mag gaan overhandigen aan Van Michael. En die krijgt me toch echt als eerste te zien.